In de filmzaal van Bibliotheek Wassenaar vond zaterdagmiddag een schrijversmiddag plaats. Wassenaarse schrijvers presenteerden hier een boeken met als thema Wassenaarse families en de oorlog. Het is een initiatief van Harry Vogels en Harry is een van de schrijvers. Die heeft het boek Schaamte en Trots in Wassenaar geschreven. En hij dacht het is wel een heel leuk idee om in Wassenaar, in de Wassenaarse bibliotheek, in de filmzaal, om daar eens een literaire middag te houden. De boeken vertellen de persoonlijke verhalen van de schrijvers en hun families. Mijn opa die was NSB'er geworden in 1940. Maar daarvoor heeft hij jarenlang, in de jaren 20, was hij lid van de gemeenteraad van Wassenaar. En daarvoor was een hele man die opkwam voor de armen. En heel veel gedaan heeft voor Wassenaar. En een goed katholiek. En iedereen die beschetst hem als een lieve man. Maar hij was niet zo lief. Hij werd lid van de NSB. Maar erger nog, hij nam twee van zijn kinderen mee in het gedachtegoed. Eigenlijk over het gezin waarin ik ben opgegroeid. Met 9 jongens en 8 meisjes. En begonnen met het verhaal van mijn moeder bij de geboorte enzovoort enzovoort. En daarna het levensverhaal van mijn zus Ria. Het voornaamste is eigenlijk wat mijn zus Ria meegemaakt heeft in ons gezin. Zij was als tweede meisje, vierde in het gezin. Was zij degene die verantwoordelijk werd voor onze opvoeding. Alle jongere broertjes en zusjes. Maar ook het hele huishouden. Dus zij was eigenlijk de klos. Vanaf het begin, vanaf dat ze een jaar of 6, 7 was dat ze ging helpen. En vanaf een jaar of 12 dat ze echt de verantwoording over het hele gezin kon hebben. Burgemeester De Lange mocht de middag openen. Hij vindt het belangrijk dat de verhalen van Wassenaar in oorlogstijd verteld blijven worden. Er is veel gebeurd in de oorlog in Wassenaar. In de buurt van Den Haag liggend. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de geschiedenis. De V2-raket die werden afgeschoten op Engeland. De eerste is in Wassenaar afgeschoten. Dat heeft een enorme impact gehad. Mensen die hun huis uit moesten. Maar ja, ook gewoon het geschiedenis van de inperking op het dagelijks leven. En ja, dat zie je in de boeken terugkomen. Maar bijvoorbeeld ook, hoe ga je om als er iemand is die fout is geweest in jouw familie in de Tweede Wereldoorlog. Dus zo zijn het allemaal verhalen, aparte belevenissen. Ja, en dat is bijzonder dat via deze boeken dat verhaal weer verteld wordt.